Zowel in de procesindustrie als in de infrastructuur zie je dat het bedienen op afstand een steeds grotere rol gaat spelen. Dat betekent dat een bedienaar veel meer informatie nodig heeft, want hij heeft veel minder dieptekennis van een specifieke installatie, omdat hij veel meer installaties in beheer heeft. Daardoor is de mate van automatisering en met name ook de informatisering essentieel. Industrial Automation Partners is een bedrijf die zich specifiek richt op de met name procesindustrie en infrastructuur, waarbij we applicaties ontwikkelen voor de feitelijke besturing van een installatie, lees een fabriek, lees een centrale waar we nu zijn. En de tweede tak van sport die we doen, dat is de informatisering om dat soort installaties heen. De vraagstelling van Waternet bestond eruit om een centrale objectbediening te realiseren waarbij zeg maar, kortere wachttijden voor het landverkeer konden worden gerealiseerd, snellere doorvaart voor de scheepvaart, ruimere openingstijden voor de scheepvaart en een koppeling met de verkeerscentrale van de gemeente Amsterdam. We hebben het op een projectmatige manier aangepakt, waarbij we de verschillende producten van de verschillende leveranciers hebben moeten integreren tot één systeem. Waarbij we er ook nog voor hebben moeten zorgen om het voor de gebruiker, de brugwachters, zo eenvoudig mogelijk te houden. Vroeger zat de brugwachter in het brugwachtershuisje achter een bediendtableau met een aantal knopjes en een aantal lampjes, zeg maar, de brug te bedienen. En die bediening hebben we nu eigenlijk geautomatiseerd en overgezet naar een centrale bediening. Nou, en daar komen aspecten bij kijken als het brugproces begrijpen, zeg maar, de wensen en de eisen van de klant begrijpen. Maar ook hoe ga ik dat, de communicatie daartussen zeg maar, opzetten en inrichten. En zodanig organiseren dat het ook werkt en blijft werken. Zeg. Ook in het geval dat de zaken niet goed gaan, dat het systeem zich automatisch kan corrigeren of aangeeft van ik heb een probleem. De kans voor de ondernemers is het optimaliseren van hun installaties, het beter gebruik maken van hun infrastructuur door de proceskennis en de automatiseren aan elkaar te koppelen. Door die twee functies aan elkaar te koppelen kan je met de bestaande productiemiddelen veelal een hogere productiviteit bereiken.